Dit is het jaaroverzicht van 2021, een jaar waarin corona ons goed bezig hield. Het FNV Metaal voerde actie voor looncompensatie voor de werknemers. Zijn we al bezig om te onderhandelen over die CAO? Nou, we hebben heel veel onderhandelingsdagen gehad, maar helaas, dat heeft niet mogen leiden tot een mooie CAO. En dan blijft er één actie over en dat is staken. En dat is wat we hier vandaag doen. Nou, een van de belangrijkste knelpunten is het loon. Werkgevers willen ietsje meer geven dan 1%. Dat betekent dat de werknemers in de sector er gewoon in koopkracht op achteruit gaan. En dat terwijl bedrijven natuurlijk met miljardensteun worden gered. Dus wij vinden dat er eerlijk gedeeld moet worden. De sector had ook voor de coronacrisis hebben ze uitstekende jaren gedraaid. Dus wij vinden dat het tijd is om nog steeds eerlijk te delen. Dat is een hele belangrijke. En een andere hele belangrijke in deze sector is dat veel mensen hebben zwaar werk. Dat kun je je voorstellen. En daarom willen wij heel graag een fatsoenlijke zware beroepenregeling afspreken. Waardoor mensen 3 jaar voor AOW-leeftijd eerder kunnen stoppen met werken. Ook dit jaar was er weer een kerstbomenactie, waarmee de jeugd een klein zakcentje kon verdienen. Wij staan vandaag bij de kerstbomenactie die in Zwolle gehouden worden. Ik wou nu vragen van, wat houdt dat precies in, die kerstbomenactie? De kinderen die van de alle Zwolse wijken die kunnen kerstbomen inleveren. En die, daar krijgen ze een 20 cent voor en een stempel voor een zwembadkaartje. Als ze dan 10 stempels hebben, dan kunnen ze een keer zwemmen. Wat gaat er gebeuren met de bomen? Die worden hier verzameld. Dan worden ze met de vrachtwagen opgehaald en dan wordt er gewoon het zeecompost van gemaakt. Of in elk geval hergebruik van gemaakt. Hoe is de aanloop dit jaar? Ja, eigenlijk groter dan afgelopen jaren. Het is nu ook wel mooi weer natuurlijk. En de kinderen die moeten nou toch wat doen, ja, die zitten toch thuis. Het gaat beter dan andere jaren. Ja, Februari. Nederland werd verrast met een pak sneeuw. Was de organisatie van de Zwolse Grachtentocht druk bezig met het organiseren van dit festijn. Toch staan de organisatoren te popelen. Meneer Karabagias, u bent organisator van de Zwolse Grachtentocht. Het gaat dit jaar iets anders. Ja, dat zit er dik in. We hebben natuurlijk, je ziet het aan je stok al, we hebben natuurlijk te maken met corona. En of er nou sprake is van een organisatie, kunnen we ook niet echt zeggen. Het is wel zo dat de kans vrij groot is, eigenlijk voor het grootste, voor het eerst sinds de eerste grachtentocht in 2012, dat we mogelijk weer op het ijs in de gracht kunnen schaatsen. En we willen ook een mogelijkheid benutten om dat op een leuke wijze invulling te geven. En ik denk dat dat zelfs in coronatijd nog wel, te doen is. Alleen dan gaan we het op een hele andere wijze doen. Dus niet zo massaal als in 2012. En wij denken dat er best nog wel wat mogelijk is. Ja, wat we hebben gemerkt is dat de afgelopen jaren zijn de kansen op schaatsen op de gracht nooit zo groot geweest dat ze nu zijn. Dus vandaar, normaal gesproken hebben we elk jaar voor de grap wel even contact zodra het -1 is. Of krijgen we via Facebook wat berichtjes van zodra het ietsje kouder wordt van nou, wanneer gaat die gereden worden. Alleen we zien nu wel dat als je echt -12, -13 hebt, dan wordt die kans steeds groter. En je kan beter maar een beetje voorbereid zijn dan helemaal niet. De laatste weermodellen geven niet zo heel erg positief beeld. Maar het volgende week nog een beetje doorzet, dan verwachten we wel dat er donderdag, vrijdag, zaterdag wel wat mogelijk is op de gracht. Kort daarna kwamen de ijsmeesters al in actie. Nou, we zitten nu op vijf centimeter. De ene plek is 5 centimeter, dan een stuk heb je ook 5,5, maar er zijn ook stukken bij, hebben 6 centimeter. Dat is nog altijd te kort. We moeten 7 centimeter hebben, willen we open gaan. Het heeft vannacht iets minder gevroren dan we hadden gedacht, want we zouden eigenlijk naar de -10. Maar door de bewolking is het niet minder geworden dan -7. Dus het schoot ook alweer vanmorgen al snel naar de -4. Dus dat valt wat tegen. Dus, maar goed, de weerman die heeft gezegd
dat we vannacht een heldere nacht krijgen en dan gaan we naar de 7 centimeter. Want een ijsgroei van 1,5, 2 centimeter in een nacht, dat moet wel kunnen. We verwachten nog steeds dat we morgen vroeg open kunnen gaan. Er werd begonnen met de vaccinatie van de medewerkers van de verpleeg- en verzorgers van de woonzorgcentra en de 60-plussers. De eerste groep, en vandaag ook de eerste zometeen, zijn medewerkers van de verpleeg- en verzorgtehuizen. Daar is bewust voor gekozen om het soort vaccin, want dat kon niet aan de bewoners zelf. Maar juist deze groep zijn het meest kwetsbaar in onze samenleving en hebben ook het meest, ik zal bijna zeggen, geleden onder de eerste golf en nu ook weer met de druk. Dus dat zijn mensen die werken in de verpleeg- en verzorgtehuizen. Ja. En komen die nou allemaal uit de veiligheidsregio IJsseland, deze mensen? Nee, niet per definitie. Wij hebben met elkaar landelijk ook gezegd, daar gaan we niet op sturen. Het belangrijkste is dat mensen kunnen komen. We hebben ook mensen die bijvoorbeeld in Zwolle wonen en elders werken en omgekeerd. Dus mensen mochten zelf aangeven welke locaties ze geprikt wilden worden bij de afspraak maken. Ja. Dus ongeveer 300 per dag. Dat gaat 7 dagen in de week door? Jazeker. Ja, ja, ja. En ook we hebben afgestemd een beetje wat zijn handige tijden. Dus het is ook 2 keer 's avonds nog open. Ja. Dus 's ochtends en 's avonds 300 per dag. Ja. Hoeveel moeten in totaal gevaccineerd worden aan verpleeghuismedewerkers? In totaal hebben wij ongeverrekend dat tussen de 20.000 en de 23.000 medewerkers zitten. En dat betekent dat we nu nog lang niet alles de komende 3 weken en daarna nog weer 3 weken voor de tweede prik kunnen doen. Dus we wachten echt met spart op de volgende lading vaccins, want dan kunnen we door. Maart. Tijdens de kabinetsformatie kwam al dan niet met opzet de positie van Peter Omtzigt ter discussie. Eindelijk was het dan zover. Begin maart opende staatssecretaris Stientje van Veldhoven en wethouder Ed Anker officieel de ondergrondse rijwielstalling bij het station. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om je fiets te stallen en daarnaast stimuleert het mensen om weer meer te gaan fietsen. Ja, hoe makkelijker het is om snel van A naar B te komen met het openbaar vervoer in combinatie met de fiets, hoe makkelijker mensen daar ook voor kiezen. Maar als je eerst 10 minuten moet zoeken naar een plekje om je fiets kwijt te kunnen, of je blijft met je jas haken aan een roestig fietsenrek, of je voelt je misschien onveilig buiten in een of ander donker hoekje, dan kies je misschien minder vaak voor die combinatie van fiets en OV. En zo'n schone, zo'n ruime stalling waar je heel makkelijk kunt zien waar je fiets staat, waar je direct op het perron bent, ja, dat maakt die combinatie natuurlijk nog weer veel aantrekkelijker. Dus daarom zijn dit soort stallingen echt heel belangrijk. Zwolle is een voedselbank rijker, maar dan voor huisdieren. Bestemd voor mensen die al een huisdier hebben, maar de kosten daarvan niet kunnen dragen. Nou, de dierenvoedselbank Zwolle is er voor de minima mensen. Dus eigenlijk die wel al een huisdier hadden, maar niet dat in de financiële problemen komen die dan bij ons kunnen komen, dat we ze kunnen ondersteunen. De meeste mensen worden aangemeld door de hulpinstanties, dus sociaal wijkteam en zulke dingen. En dan moeten ze een inschrijfformulier invullen en die gaan we dan met het hele bestuur gaan we dat nakijken. En dan, als het dan wel echt zo is, dan gaan we ze helpen. Nou, wij hebben zelf jaren geleden ook financiële moeilijkheden gehad. En toen werd het tegen ons gezegd, toen hadden we dus 2 honden van doe je hond maar weg. Nou, dat doe je niet. Dan hebben wij gewoon wat minder en zolang de dieren maar goed hadden. Toen ben ik dus een beetje gaan googelen naar het voedselbank voor dieren. Gewoon ingetypt. Toen kwam ik in gesprek met dierenvoedselbank in Apeldoorn. En die hebben we benaderd en gevraagd van nou, kunnen jullie ons helpen hoe we dat hier in Zwolle op moeten starten? Nou, zo hebben we dat gedaan. Het Zonnecollege komt naar de stagelopende studenten toe met een mobiel leslokaal. Lessen volgen in een rijdend leslokaal, dat kan sinds kort bij het Zonnecollege. De school wil studenten laten zien hoe theorie en bepaalde technieken in de praktijk worden toegepast. En daarom volgen leerlingen lessen bij verschillende bedrijven in de groensector. Maar omdat niet al die bedrijven zoals veehouderijen, loonwerkers en andere groen- en natuurbedrijven over lesruimte beschikken, komt nu het rijdende leslokaal langs. Het is niet alleen een leslokaal. De truck zit ook vol met allerlei vernieuwende leermiddelen om actueel praktijkrijk groen onderwijs aan te bieden. Nou, het rijdende leslokaal is eigenlijk, wat het al zegt, een klaslokaal die je op een praktijklocatie neer kunt zetten. En dat is eigenlijk omdat we zeggen, vooral als je kijkt bijvoorbeeld naar veehouderijbedrijven, daar hebben ze soms een ontvangstruimte, dat is heel fijn. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die gewoon
echt heel goed zijn, maar die geen ontvangstruimte hebben. En daardoor kunnen we dan daar eigenlijk geen les geven, omdat we daar de leerlingen niet kwijt kunnen of dat er geen internet is en dergelijke. En doordat je een rijdend klaslokaal hebt, kun je wel gebruik maken van dat soort bedrijven. We hebben de eerste leerlingen natuurlijk al gevraagd wat ze ervan vinden en ze vinden het heel leuk en vooral onze simulatoren. April. De Montessori-school is begonnen met het wippen van tegels. Later zal blijken dat veel instellingen en bewoners dit jaar dit voorbeeld volgden. Kindcentrum Montessori is bezig met het wippen van tegels. Zo wil de school een stuk groener worden. De tegels worden opnieuw gebruikt voor bankjes en een border rondom de nieuwe bloementuin en fruitbomen. Wij zijn het kleuterplein aan het vergroenen. Wij willen heel graag wat meer insecten en wat meer leven van bloemetjes en bijtjes hier op het schoolplein. Dus we zijn de boel aan het ombouwen. Hier in dit gebied of waar ik voor sta, daar komt een zitarena van stoeptegels. Dus we hebben een oproep gedaan naar ouders om stoeptegels in te stapelen. Die zijn allemaal geleverd. Er was een vader die zelfs 400 stoeptegels in zijn tuin had liggen. Dus dat was hartstikke leuk. En nu zijn we dus samen met ouders de boel aan het omleggen. Dus je ziet aan de andere kant, daar wordt een blote voetenpad gerealiseerd. En daar worden ook allemaal plantjes geplaatst door de kleuters zelf. Wij leggen een basis aan. En we hebben ook wat donaties binnengekregen. Bijvoorbeeld 2 perenboompjes van GroenLinks. Het campingseizoen is weer begonnen. Ook bij de camping De Luwte, maar wel onder strenge coronamaatregelen. Het campingseizoen is geopend. Ook camping De Luwte mag gasten ontvangen. Maar wel coronaproof natuurlijk. De regels moeten nageleefd worden en het terras mag nog niet open. Vandaag zijn we voor het eerst officieel geopend. En vandaag komen er al een aantal gasten en zijn er plekken geboekt. Voor het weekend wordt het al wat drukker. En dan zie je zo, naarmate de maand vordert, wordt het steeds drukker. Het is nog onduidelijk hoe de zomer eruit gaat zien. Maar De Luwte heeft al veel reserveringen voor de zomer. Gelukkig mogen we open met het sanitair. Dus de camping kan gewoon. Dus mensen kunnen gewoon op de camping komen staan. En we moeten natuurlijk wel zorgen dat we de basisregels in acht nemen. Dus we zorgen wel dat we overal goed die regels communiceren, zodat mensen daar zich wel bewust van zijn. Ik zie wel dat mensen heel veel boeken al voor de zomer en dan toch in Nederland blijven. De NAM vertraagde de uitkeringen van de aardbevingsschade door Den Haag te vragen eerst de schade voor de aardbevingen beter te onderbouwen. Hoezo beter onderbouwen? Er werden dit jaar ook in Zwolle stolpersteinen geplaatst bij woningen waar Joden woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zijn omgekomen in concentratiekampen. Elk jaar zorgen de leden van de Rotary Club ervoor dat de stolpersteinen voor 4 mei zijn gepoetst. Het poetsen van een steen duurt 5 à 10 minuten. En dan is hij ook helemaal blinkend. Stolpersteinen zijn kleine gedenktekens van 10 met 10 centimeter. Het zijn klinkertjes waar een messingplaatje op bevestigd is, waarop de naam staat, het geboortejaar, plaats en datum van overlijden van Joodse Zwollenaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door de nazi's. Op dit moment liggen er 272 stolpersteinen voor 98 huizen en uiteindelijk worden het er 454 in de loop van de komende paar jaar. We hebben een club van 50 man en een aantal op de reservelijst dat als er iemand uitvalt of anderszins niet kan, dat die dan een ander daarvoor in de plaats kan meepoetsen. En dat doen we nu sinds een jaar of 3. En we willen dat blijven doen, ieder jaar voor bevrijdingsdag. Een Zwolse huisarts kwam in het nieuws door het herbesteden van overgehouden coronavaccins. De Zwolse huisarts Marco Blanker was vorige maand in het nieuws omdat hij 58 vaccins moest weggooien. Samen met andere artsen bedacht hij het concept prullenbakvaccin. Wat prullenbakvaccin inhoudt is dat het een website is waarin we aanbieders van vaccin in contact kunnen brengen met mensen die een vaccin willen hebben. En wat zijn aanbieders? Dat zijn vooral huisartsenpraktijken die aan het vaccineren zijn. Maar ook ziekenhuizen en GGD's zouden zich kunnen aansluiten.
Als jij een vaccin zou willen, dan kun je op de website zien of er een vaccin beschikbaar is. Ik weet niet of we daaraan kunnen kijken, maar op de website staan de locaties op rood. Dan weet je in de buurt is er een vaccinlocatie. En zodra de werkelijke vaccins beschikbaar zijn, dan gaat die op blauw. En op dat moment komt ook de locatie in beeld. En dan kun je dus naar die locatie gaan in de hoop dat er voor jou een vaccin is. Oké, en die vaccins die blijven over van mensen die er toch niet voor gaan om bijvoorbeeld een AstraZeneca-vaccin te nemen? Nee, dat zou kunnen, maar wat zelfs is, als iedereen komt die is uitgenodigd, kan je ook nog vaccins over hebben. He, want er zitten te worden. En als er dan een flesje open gaat, dan gaan we daar waarschijnlijk ook van overhouden. En dan zal bij ons ook... Deelscooter, nu ook in Zwolle, een fenomeen. Je vindt ze nu overal verspreid in de hele stad en verder buiten. De deelscooters zijn een nieuw fenomeen in Zwolle. Je downloadt een app en vervolgens kun je met aankoop van een tegoed gaan rijden op een scooter bij jou om de hoek. Maar wie maakt er nou eigenlijk gebruik van dit nieuwe vervoersconcept en waarom? Wij vroegen het de gebruikers. Hey, ik zag jou net rijden op een deelscooter. Maak je daar vaker gebruik van? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu nog maar 2 keer heb gebruikt. Meer een beetje om te proberen eigenlijk. Want ik woon redelijk centraal, dus ik heb er niet heel veel nodig gehad. Ja, ik heb eerst een andere stad gezien en toen zag ik ze ineens in Zwolle. Dacht ik, wat de fuck is dit? Dus gelijk even die app gedownload. En het is verrassend makkelijk en leuk en chill. En hoe vond je het? Ja, wel leuk, maar het gaat niet zo hard. Het gaat niet zo hard? Nee, het is wel leuk en ik denk dat het ook wel praktisch is. Kijk, ik woon centraal, maar als je bijvoorbeeld naar de andere kant van Zwolle moet, is het heel makkelijk om natuurlijk even zo'n scooter mee te nemen. Dus het is wel een leuk concept. Ja, tuurlijk. En wat vind je van de kosten? Ja, ligt er een beetje aan. Kijk, aan de ene kant vind ik het vrij hoog. Aan de andere kant denk ik, ja, met het OV kost het je ook veel geld. Dus je bent het sowieso wel kwijt. Ja, het loopt best snel op. Maar als je gaat kijken, een echte scooter. Zo'n ding kost een keer 500.000 euro. Actie veilig naar school door het weren van auto's met ouders met brengende en halende kinderen. Je kind tot de voordeur brengen met de auto bij basisscholen De Ridder Joris en De Morgenster in Westerholte zitten de komende 3 weken niet meer in. Het Korianderplein is afgesloten met hekken om de schoolomgeving veiliger te maken. De proef eindigt op 29 mei. Daarna wordt er gekeken of dit idee ook interessant is voor andere basisscholen in Zwolle. Ik vind het eigenlijk heel succesvol. Natuurlijk zijn er altijd mensen die even moeten wennen aan de verandering. Het is niet meer tot vlak voor de school met je auto, je kind stapt uit en je rijdt weer door. Maar er wordt nu gevraagd om wat verderop te parkeren, uit te stappen. Zo nodig je kind te begeleiden naar school of kinderen lopen alleen naar school. Hebben daarmee ook een stukje extra beweging, wat heerlijk is voordat ze de klas ingaan. En de veiligheid neemt enorm toe. Dat zien we eigenlijk onmiddellijk gebeuren. Deze eerste keer al, het is gewoon stil, het is rustig bij de school. En er wordt in alle rust aangereden en weg. Juni. Grote toeloop bij de GGD voor het bemachtigen van een coronavaccinatiestempel in het gele boekje. Donderdagmiddag was er een gigantische rij bij de GGD in Zwolle. Dit kwam omdat Zwollenaren graag een stempel van het coronavaccinatie in hun gele boekje wilden laten zetten. Vandaag hebben we in Zwolle bieden we mensen de mogelijkheid om, als ze dat willen, hun coronavaccinatie in hun gele boekje te zetten als registratie. Dat hebben we snel opgezet. Omdat daar we tijdelijk in de vaccinatielocaties mee waren gestopt. Maar ook omdat er gewoon heel veel behoefte is aan bij de mensen. En ondanks dat we heel druk bezig zijn met testen en heel veel vaccinaties zetten, vinden we toch dat we dit mensen moeten aanbieden. Omdat heel veel vraag naar is. Het is fijn om het gewoon compleet te hebben. En mocht er ooit aan de grens naar gekeken worden, dan kunnen ze in een korte oogopslag zien. Oh ja, oké. Okay. Zwolle is onze eerste dag en volgende week donderdag en de week erop doen we het ook nog. En dat is dan meer van 4 tot 8. Heel veel mensen hebben al geen registratieboekje, vinden het gewoon heel erg fijn om alles bij elkaar te hebben. En dat was ook de reden dat ze het meenamen naar de vaccinatie. Namens het gemeentebestuur deelde burgemeester Peter Snijders uit dankbaarheid waterijsjes uit aan de GGD-medewerkers. Als dank voor de inzet tijdens de coronapandemie. Gemeente Zwolle is de GGD erg dankbaar voor hun harde werk in de coronatijd. Daarom ging burgemeester Peter Snijders vandaag op bezoek in de IJsselhallen om de medewerkers van de GGD te belonen voor hun harde werk. Hij deed dit door middel van ijsjes uit te delen, omdat het vandaag een hete dag was. Nou, waarom worden er vandaag ijsjes uitgedeeld? Ja, omdat het natuurlijk warm is, maar nog veel belangrijker omdat het gemeentebestuur van Zwolle, de gemeenteraad en het college
ontzettend veel waardering heeft voor het werk van de medewerkers van de GGD in IJsseland. En we vonden deze week, aan het begin van de week, hebben we tegen elkaar gezegd, ja, dat moeten we toch laten zien. En we wisten natuurlijk dat het heel mooi weer zou worden. Ja, wat is er dan lekkerder dan gewoon even een lekker waterijsje? En die gaan we uitdelen nu. De GGD is eigenlijk al anderhalf jaar heel hard aan het werk rondom de coronacrisis, de bestrijding van het coronavirus. Ja, en dat heeft nu echt effect met het vaccineren. We zien gewoon dat daarmee de samenleving weer open gaat, zeg maar. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig dat dat gebeurt, ook hier in Zwolle. De stad leeft weer. Nu een reis door het heelal met schoolkinderen uit Zwolle. Ik ben in de spacebus geweest. En wat vond je ervan? Heel leuk. Wat heb je allemaal gezien? Heel veel sterren en de maan en de aarde. Nou, we staan hier vandaag voor de spacebus. Het is eigenlijk een hele coole grote raket. En we staan hier vandaag heel fijn op het parkeerterrein van de Aldi. Dus super fijn dat kon vandaag. En ja, we staan hier omdat de kinderen van groep 7 van de school hier in de buurt, die gaan een reis door de ruimte maken via VR, via virtual reality. En de spacebus is eigenlijk een mooie raket. En die gaat langs basisscholen in heel Nederland. Meestal de groepen 7. En die hebben dan eerst een lestraject gevolgd. Ze hebben geleerd over de aarde en de ruimte, het heelal en hoe bijzonder het allemaal is. En als ze dat dan hebben afgerond, komt de spacebus naar de school toe. En dan kunnen de kinderen een reis door de ruimte maken via VR, virtual reality. En hoe is dit ontstaan? André Kuipers, de astronaut André Kuipers, die is in de ruimte geweest en die dacht, dit is zo bijzonder wat ik hier zie. Het is zo prachtig om zeg maar, de aarde vanaf een ander perspectief te bekijken. En daardoor heeft hij ook eigenlijk bedacht van ja, we moeten zo goed voor die aarde zorgen. En hij hoopt dus op deze manier, dus dat hij dit ontwikkeld heeft, hoopt hij eigenlijk datzelfde effect te kunnen bereiken bij de kinderen. Wat is tot nu toe de reactie geweest van de kinderen? Laaiend enthousiast. Ze waren net afgeschoten. Het was allemaal wow, wat geweldig. En ze zien ook vooral hoe bijzonder die aarde eigenlijk is. En ze vinden het ook allemaal super mooi gemaakt. Ze vinden het allemaal super indrukwekkend. Dus ja, het slaat heel goed aan. Zes juli werd heel Nederland opgeschrikt door de moord op Peter R. de Vries. Begin juli was er ook in Zwolle een hittegolf. In de stad was het erg rustig. Ondanks de onweersverwachtingen zochten enkele Zwollenaren toch verkoeling op het water. Het was erg rustig in de stad. Ook waren er weinig mensen die de grachten opgingen. Vanavond wordt de onweer verwacht en vrijdag wordt het net zo warm als vandaag. En vanaf zaterdag wordt het weer koeler. In Zuid-Limburg vertrok zich een ramp. Door ongekende hoge waterstanden als gevolg van hevige, langdurige regenval in Duitsland en België. Aansluiting van de A28 naar de N340 is gereed en werd in gebruik genomen. Ja, vannacht gaat er weer iets speciaals gebeuren in zoverre dat we komende nacht de eerste verbindingsboog in gebruik gaan nemen die de verbinding maakt tussen de nieuwe N340 die achter ons ligt en de A28 die hiernaast ligt. Dus vannacht gaat de eerste stap gezet worden. En op dit moment is het nog zo dat wil je de A28 op of af, dan kom je uit bij een verkeerslicht waar je zeg maar een aansluiting hebt, gelijkvloers. Wat ligt hier nou achter? Dat is het viaduct wat een ongelijkvloerse kruising gaat maken. En dat maakt dat je zometeen zonder dat er verkeerslichten staan vanaf de A28 naar de N340 kan. Oftewel vanuit Zwolle richting Ommen of vanuit de richting Ommen richting Hogeveen of Zwolle kan gaan draaien. Zonder dat je daarvoor eerst bij het verkeerslicht hoeft te wachten. Ja, wat je inderdaad doet is het verkeer eroverheen leiden. Hè. We zullen wel moeten zorgen dat al het verkeer wat hier lokaal moet zijn bij Hessenpoort, dat wel gewoon weer bij Hessenpoort kan komen. Dus we hebben hier achter mij het nieuwe knooppunt liggen. Dat is de uitwisseling tussen de A28 en de N340 die we nieuw bouwen. En daarnaast komen er nieuwe op- en afritten waarmee je uiteindelijk straks ook naar Hessenpoort kan, naar Zwolle kan, naar Berkel kan. Augustus. Kasteel Forst in Zwolle. Hoe zit dat? We staan nu in het Stinspark en er is een nieuw ontwerp gekomen, of in ieder geval het laatste ontwerp voor het park. Waarom is het park aan vernieuwing toe? Of wat gaat er gebeuren?
Nou, misschien als u om je heen kijkt, dan ziet u het al. Het is nu een saai park, vooral veel gras. Dit park verdient meer. Het heeft een ontzettende rijke historie. Hier heeft ooit het sterkste kasteel van Oversticht gestaan, het huidige Overijssel en Drenthe. Hier woonden de machtige ridders Zweden van Voorst. En in 1362 is dit kasteel volledig verwoest. En helaas, het huidige park laat niks van die rijke historie zien. Nee, op dit houten kasteelachtige situatie na. En wat staat er te gebeuren? Komt echt die geschiedenis weer terug hier? Ja, die historie die wordt wel weer zichtbaar en beleefbaar. Maar het moet ook vooral een park voor de bij. Station Zwolle is weer gestremd. Vincent Koyanus belde de stemming van enkele reizigers. Station Zwolle. Deze maand zijn er allerlei werkzaamheden op het spoor. En vanaf vandaag rijdt er zelfs geen enkele trein meer naar Zwolle. Reizigers moeten nu de bus pakken. Maar wat vinden de reizigers daar nou eigenlijk van? Waar gaat de reis naartoe? Naar het Harde en daarna naar het Utrecht. En niet met de trein volgens mij? Nee, klopt. We gaan met de bus. Vind je dat vervelend? Ja, want nu moet je weer andere tickets en zo allemaal halen. En dus het is wel anders. Ik ga naar Utrecht. En u kan niet met de trein? Nee, dat is, voor de zoveelste keer zijn ze bezig hier om een of andere reden. Vindt u dat vervelend? Nou, het is wel onhandig. Het kost meer tijd. Maar daar moet het maar even mee doen. Maar het verbaast me wel, want het is volgens mij al de derde keer in anderhalf jaar tijd dat de boel plat ligt hier. Hoe was het om met de bus hier naartoe te komen? Ja, wel goed. Ja, ik heb het eerder gedaan, dus ik was al, had al ervaring. Haastevee, het enige in Nederland met de handbediende kabelpontje, is na een grondige restauratie weer in de vaart genomen. Omdat ik niet mee kon doen, hebben de anderen nou allemaal dit ding gebouwd, wel op mijn aanwijzingen gelukkig. En nou ja, nu staat hij weer. En dat is wel heel prettig. Dat is wel heel leuk. Ja, hij is ook prachtig. Ja. Het is de enige handbediende pont van Nederland. Toch bijzonder dat u daar de overtocht mee mag maken, hè? Ja, dat is absoluut. En dat er iemand op staat die het werk voor u doet, dat is wel heel prettig. Ja. Maar u weet hoeveel u moet betalen, hè? 60 cent per... Het RIVM meldde een daling van de coronabesmettingen. Er komen coronaversoepelingen aan. September. Artes studenten verzorgden een Artes Finals expositie in de Grote Kerk. Ik ben Astrid Brouwer en ik ben de projectleider van de Artes Finals expositie hier in Academiehuis de Grote Kerk. En ja, ik heb het samen met studenten georganiseerd of neergezet eigenlijk. In de Grote Kerk, een bijzondere locatie denk ik ook. Zeker. Als je nou zo hier uitkijkt over al dat werk, wat voel je dan? Ja, super veel trots. Vooral op de studenten, die hebben echt keihard gewerkt. Ook met het afgelopen coronajaar. Ze hebben zich zo flexibel moeten opstellen om ineens natuurlijk naar hybride onderwijs over te gaan. Deels op de academie, deels thuis. En dat ze alsnog zeg maar, dit hebben kunnen neerzetten met z'n allen. En het hbo-kwaliteit zo hoog hebben kunnen neerzetten. Ja, daar zijn we als academie echt super trots op. En ja, wat mooier dan in de Grote Kerk, waar het... ja, de oudheid en de historie samenkomt met de kunst en ja, met het stijgerwerk wat er staat. Daar zijn we heel erg blij mee. Werk je gewoon super hard voor en dan lukt. Na 35 jaar afwezig te zijn geweest, is de Formule 1 weer terug in Zandvoort. Max Verstappen won deze race en liet Lewis Hamilton achter zich. Waarom Grand Prix wel en andere evenementen niet? Vincent Koyanus belde de Zwollenaren. Formule 1 mocht doorgaan afgelopen weekend, maar de festivals niet. Wat vindt u daarvan? Groot gelijk. Groot gelijk als in? Als in wat? Als in, het is terecht dat de Formule 1 door mag gaan en de festivals niet? Ja. En waarom vindt u dat? Omdat het klote muziek is. Omdat het klote muziek is? Ja. Dus... Waarom vindt u het klote muziek? Dat is mijn mening, ik mag mijn mening toch zeggen. Ja, zeker. Ja, ik ben benieuwd waarom u het klote muziek vindt. Ik begrijp niet waar de muziek om gaat. Oké, waar luistert u zelf naar als ik vraag? Nou, ik luister graag naar muziek dat iemand mij iets kan vertellen. In zijn songs. En ik hoor dus niet van muziek waar ik steeds hoor boem, 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 boem. En dat constant herhaald wordt. Kijk, als je tegenwoordig een beetje, nou, een klein beetje aanleg hebt. En je hebt een drumcomputer en een
en een gewone computer kom je al heel eind. Door de coronaversoepelingen werd het in steden erg druk. Velen dachten dat we corona achter ons hadden gelaten. Maar schijn bedriegt. Nu, een bijzondere muurschilderij op een woning aan een voormalig spoorwegtracé. Vroeger liep hier een spoorlijn langs van Arnhem naar Leeuwarden. En mijn man is helemaal spoorfanaat, helemaal spoorgek. En die had het uitgezocht. Die had ook uitgezocht waar wij dan ten opzichte van die spoorlijn woonden. En dat wonen we, 71 kilometer van Arnhem wonen we vandaan. En vroeger had je ook overal wachtposten staan. En hij vond het eigenlijk wel heel mooi om dan eigenlijk weer ons huis een beetje te doen alsof het een wachtpost was van vroeger. Maar toen zei ik, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dan zijn we een soort barak en dat doet me heel erg denken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind het idee wel heel erg leuk. Dus laten we nou eens samen kijken hoe we dan toch met dat spoorse element iets anders op de muur kunnen plaatsen. En toen zijn wij samen gaan kijken. En toen kwamen we eigenlijk hierop uit. Ja, wij zijn super trots hierop. Dat is echt een prachtig ontwerp wat er op ons huis staat. Het is ook meteen een eyecatcher voor de straat waarin we leven. Dit is ook geschilderd door een buurman van jullie, begreep ik. Ja, iemand die uit de buurt woont. Een coronapas of niet, Vincent Corianus belde de Zwollenaar aan. Gevaccineerd, niet gevaccineerd of aan het herstellen van corona. Vanaf 25 september heb je een coronapas nodig om bij kroegen naar binnen te gaan, restaurants, maar ook evenementen. En wij zijn natuurlijk benieuwd wat de Zwollenaren daarvan vinden. Ja, ik ben een voorstander. Leg uit, waarom bent u een voorstander? Voor mijn eigen veiligheid. Ja. Ja, en van mijn omgeving. Al wat evenementen ook op de planning staan? Of? God, hij heeft ze allemaal geboekt. Zeg eens even, waar gaan we allemaal heen? Allemaal cabaret-hoofdzaak. Elke iets stiller. Wat vind jij van de coronapas? Ah, daar heb ik niet echt een mening over. Ja, ik heb er geen mening over coronapas. Ook geen mening over? Nee. Okay. Zijn er mensen met een mening hier? Nou ja, ik vind het op zich al goed, want als je het andersom zou hebben, dus dat er geen coronapas is, dan zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn, wacht. Hebben we nog een teken of iets? Ja, oké. Kijk, dan is iedereen die gevaccineerd is, die is de dupe van de mensen die niet gevaccineerd zijn, waardoor alles dicht blijft. Wel orkest De Tower Snorren zorgde voor een vrolijke noot bij zorgcentrum De Havezaten. Het kon weer in Zwolle, was weer een tafeltennistoernooi. Wat is hier precies gaande deze twee dagen? Het NK tafeltennis. Dat organiseren we inmiddels al een jaar of vijf in Zwolle. Normaal in maart, eerste weekend van maart. Ja, vanwege corona is dat dit jaar uitgesteld. Vorig jaar, eigenlijk de editie van 2020, was precies één week voordat de coronacrisis begon. Dus na anderhalf jaar zijn we weer terug op een andere datum. Maar, hoe voelt dat? Ja, gek wel eigenlijk. Ja, dus dat je dat beseft van de laatste keer dat we hier waren, toen zaten we nog van hoe komt het eraan en wat gaat het betekenen enzovoort. En nu zijn we weer terug, zijn we blij dat we het weer kunnen organiseren. Wel in wat een iets kleinere vorm, maar we zijn blij dat we hier weer kunnen zijn. Voor de tafeltennisleken, waaronder ik zelf eigenlijk, hoe gaat dit nou in zijn werk? Ja, het is eigenlijk een tweedaags toernooi met heren enkelspel, dames enkelspel, heren dubbelspel, dames dubbelspel en het mixdubbel. Dus er zijn straks vijf kampioenen, zeg maar, drie koppels en twee. Ook in de WSZV-hallen was het een drukte van belang. Bij het eerste WSZV De Boog zaalvoetbaltoernooi in de nieuwe hal. Vandaag 30 november 2021 was het dan zover. In de nieuwe WSZV-hallen werd het eerste zaalvoetbaltoernooi van De Boog gespeeld. Voordat de verschillende teams aan de strijd om de beker begonnen, werden de deelnemende teams op de foto gezet.
Tijdens de wedstrijden merk je het enthousiasme van de deelnemers. In de pauze zorgde Harm Wolters voor een feestelijke sfeer. Dan is de bekendmaking en de uitreiking van de bekers voor de winnende teams. Nou, applausje. Ondanks een verbod kwamen toch nog enkele betogers naar Utrecht om hun standpunt bij Waku Waku kenbaar te maken. De renovatiewerkzaamheden in de Luttekestraat zijn in volle gang. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? We hebben een eerste steen uit de straat gehaald, want er zijn hele grote plannen om dit gebied aan te pakken. Dat gaat nu gebeuren. Wat gaat er gebeuren? De hele straat gaat eruit. Er komt nieuw en een straatwerk in. De eerste fase zijn vorig jaar al uitgevoerd hier op de Blijmarkt in de Paterstraat. En ja, we zijn heel erg blij, want dadelijk krijgen we een heel mooi plaatje, een heel mooi deel en gebied hier. Wat voor ons gevoel veel meer en bezoekers ook moet gaan trekken. Ja. Nou ben je er met stenen, alleen ben je er niet. Dus er moet daarnaast ook nog veel meer gebeuren. Maar daar zijn we ook hartstikke druk. Wij merken dat er gewoon steeds minder mensen in deze straat komen. De Equal, de bussen die daar altijd halteerden, ja, die halteren dan niet meer. Die rijden door en gaan naar de Pannenkoekendijk. Dus heel veel mensen stappen hier niet meer uit en blijven het niet even een beetje in de straatjes halen. Dan moet je er echt naartoe. En als je van de Diezenstraat komt, dan moet je eerst de Grote Kerkplein overstaan, oversteken. Er staan terrassen, staat de markt. Dus ze waren echt een beetje bang dat het hier mis zou gaan. De ondernemers hebben zelf het museumkwartier uitgevonden. Ze zeiden van, we hebben... De intocht van Sinterklaas had ook dit jaar een sober karakter. Een beperkt aantal ouders met kinderen konden dit jaar de aankomst van Sinterklaas genieten. Ook Zwolle werd bezocht door actievoerders die tegen de coronamaatregelen protesteerden. De binnenstad was op tijd afgesloten door de politie, zodat ze direct werden afgevoerd via de 7 alleetjes naar het station. Stonden wij deze zomer in de rij voor een stempel in het gele boekje, nu staan we weer in de rij voor de boosterprik. Dit jaar heeft Zwolle weer een forse kerstboom op de Grote Markt. Deze boom is afkomstig uit Nieuw-Leuzen. De Rova trok met groot materieel uit om deze boom te plaatsen. Mmm.
Natuurlijk kan er één persoon in dit overzicht niet ontbreken. Max Verstappen werd in Abu Dhabi wereldkampioen Formule 1. We sluiten af met een kennismaking met Dick Schreuder, de nieuwe trainer van PEC. Dan moeten we morgen maar bekijken hoe iedereen weer vandaan komt. Want er gebeuren af en toe wel aparte rare dingen. Of we hebben te maken met de testen, corona. Dus dat moeten we afwachten. Wie had dat deze zomer verwacht? We zitten nu weer in een lockdown. Iedereen vindt het zwaar voor zichzelf. Maar het meest gedupeerd is het zakenleven. En vooral de bedrijven die niet onder de steungarantie vallen. Mensen, heel veel sterkte. Je zou het amper geloven, maar het tafereel achter mij is van februari dit jaar. De redactie en medewerkers van RTV Focus wensen u desondanks toch een fijne feestdagen en een voorspoedig 2022. 29 en 30 januari zijn we terug met het actueel maandoverzicht van januari 2022. Fijn dat u heeft gekeken.